toch schijnbaar dat hij zo slingert. Want hij begint bijna dat stokje uit te raken. Ja, ja. Als je nog een paar minuten wacht, dan gooit je dat stokje uit. Dus dan lijkt het net of hij niet meer zo slingert, nee, maar zo. Ja, nou, hij gaat heel vlak af. Maar hij kan niet uit zichzelf draaien, die slingerrichting. En dat kan maar één ding betekenen. Niet dat die slinger is niet gedraaid, maar het stokje is een stukje die kan worden. Want het stokje zit vast aan de kerk en de kerk zit vast op de grond. En die draaien met z'n allen onder die slinger. Slingers gaan niet uit zichzelf aan de andere kant op. Nee. Typisch, hè? Nou, hè? En als we een uur of zeven achter de tijd hebben, dan zult u zien, doen we dat nu niet, dat hij even veilig aan de gang gaat slingeren. We draaien heel langzaam zo onder de slinger door. De kerk draait dus eigenlijk. Ja. Dan moet jij heel lang blijven staan. Ja, dat doen we niet. Oh, doe je dat? Nee. Nou, gooit hij. Ja. En dat kan alleen maar betekenen. Ja, moet het bordje laten. Ja. Vier zwart en drie rood.
Het Rijksmuseum, we durven er rondlopen. Ja? Alleen het stelsel. Ja, mensen weten het niet. Ja, dat is
karakter. Sorry, dan mag ik niet zeggen dat je mooi! 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 Bijna. Thank you.
Moet ik blazen?
Ik heb al 6 centimeter. Hoe? Moet ik je ogen opvangen? Ja, doe het maar. Kijk. Oh, je is overgevangen. Ja, eerst even wachten. Deze zijn er van de vorige, maar dan moet je niet meer niet opletten. Kenny? Kenny, maatje. Oh. Moet je achteruit, ja? Thank you.